Ik was 10 of 11 en Robert-Jan was 5 of 6. Wij kregen alle twee pianoles. Iedere een half uur. Dat hebben we een half jaar zo gedaan, iedere een half uur. Maar ik had de pest aan noten lezen. En ik moest op een gegeven moment noten gaan lezen. Maar ik onthield wat zij voorspeelde. Maar op een gegeven moment ging dat niet meer. Want jullie kregen les van je vader? Nee, van een pianoleraar. Okay. Ja. Jodie heette ze, geloof ik. Een hele leuke. Ja. Maar die zei op een gegeven moment, als je geen noten meer gaat lezen, als je geen noten leest, dan houd het op. Dan krijgt Robert-Jan al een heel uur. Want die las wel noten. Ja. Maar ik vond het vreselijk, die noten. Dus ik speelde het heel lang allemaal uit mijn hoofd. Tot het niet meer ging. En toen viel ik door de mand. En toen kreeg Robert-Jan een uur. En zo is het gekomen. Wat speelden jullie tijdens die lessen? Of wat moesten jullie klassiek instuderen? Klassiek. Van die lesjes. Eerst gewoon lessen. Toonladders en kleine liedjes. En later werd dat dan de simpele klassieke nummers. Ja. En toen ging het fout bij mij. En toen nam Robert-Jan de kruk over. Ja. En die vond het heel leuk. Ik had ook meer met tekenen en schrijven. En later ben ik nog wel, toen ik een periode een theatervoorstelling gedaan in Theater Pepijn. Met een meisje samen. En daar speelde ik meerdere instrumenten, maar altijd maar één nummer. Die saxie heb ik daar nog van over. En dan kon ik op die sax één nummer heel goed spelen. Ja. Het is wel een oud beestje, zo te zien. Ja, een oude kind. Maar zo speelde ik dan ook sax en klarinet, piano ook een beetje natuurlijk. Alles wat me enigszins kon, dat speelde ik. Snaarinstrument, gitaar. Ja, cello, viool heb ik nooit gedaan. Maar we speelden een cello nummer, waarin ik een beetje avant-gardistische muziek speelde en zij zong daar avant-gardistisch bij. Ja. Daar hoefde ik niet voor te studeren. Dat is gewoon improviseren. Ik speelde gewoon wat er onder mijn handen vandaan kwam. Ja. Maar was het wel duidelijk dat Robert-Jan hier heel erg talent voor ja, had? Ja, of moest dat eruit getrokken worden? Nee hoor, nee, zeker niet. Nee, dat was van begin af aan. Hij begon toen hij 5 was en speelde al nummers van Mozart en Chopin toen hij 8 was. Dat is Marco. Marco, wie is dit? Dat is Ron. Ron van Eyck. Ja. Sascha. Oh, dat is Robert-Jan, ja. Ja, die heeft het grootste. Met zijn krul. Ja. Het is niet origineel, hè? Nee. Er zit ook niet dat binnenwerk in. Nee, klopt. Nee. Dit is een heruit. Oh, wel de hoes. Wel de zwart-wit hoes, ja. Ja. Oké, dat heb ik eruit gezien. Dit heb ik allemaal geschreven, ja. Het is een soort tekenschrift. Ja, dit is mijn handschrift. Ja. Maar dit was de binnenkant eigenlijk, want dit heeft bijna nooit iemand gezien in de tijd. Die hoes was zo ontworpen dat je hem kon openslaan. Het was een klaphoes. Nee, want hij is totaal anders, hè? Want ze hebben dit gegeven moment, hij was ook veel te duur om
om zo te maken zoals hij was. Er zijn de eerste druk is toen geweest met, was hier een stans. Dan sloeg je hem open, dit was een gat. Dan sloeg je hem open en dan zag je de strik. Ja. In de binnenkant. En dan was de binnenkant, dan, je moest dan de hoes helemaal kapot maken. Dan kreeg je deze teksten. Dan moest je kapot scheuren. En dan kon je de binnenkant lezen. Oh, leuk. Ja. Ja, dan was de binnenkant, dan kon je hem hier openmaken. En zoals het hier ook verlijmd is. En dan kon je dit openslaan en dan las je de binnenkant. En er waren nog twee pagina's. Vier pagina's. Kun je iets vertellen over hoe je tot die, nou ja, laten we het maar opdracht noemen, kwam? Pudding en gisteren. Ze hebben net ook gevraagd aan mij of ik die wilde maken. Ik maakte toen vrij veel hoezen. Nederlands cabaret. Popgroepen, ook uit het buitenland, ook voor de Rolling Stones. Er werden in de tijd van die 45 toerenplaatjes uitgegeven, singeltjes. Ja. Mm-hmm. En ook speciaal een Nederlandse uitgave. En voor die Nederlandse uitgave moest ik dan hoesjes maken. Als we nu naar die tekeningen kijken, hè? Ja. Is daar een bepaalde chronologie? Of is dit is de originele tekening? Dit zijn de originele tekeningen. Ja, dus, ja, ik heb nog heel weinig bewaard uit die tijd. En dit had ik nog, die heb ik ooit bewaard. Want, nou, het is wel grappig om... ik weet niet hoe de volgorde was. Ja, zijn dit allemaal tekeningen die ook in de hoes terecht zijn gekomen? Ja, ja, ja. Of zijn ja, er ook outtakes? Nee. Ze zijn er allemaal ingekomen. Kijk hoor. Oh, hier is die. Tenminste, dat denk ik dat ze er allemaal in zitten. Ja, dit is de laatste. Ja, deze. Leuk. Schmikkel. Dat is de eerste. Mooi. Robert-Jan heeft het gevraagd en ik heb het gedaan en ik vond het hartstikke leuk om te doen. I don't understand. Het gaat over de platenbusiness ja, in de ja, tijd, ja, 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 ja. Die grote ja. Bazen van Polydor, geloof ja, ik. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb het een en ander gehoord over Super Sister en dat ze anti-commercieel waren. Ze waren niet commercieel, nee. Dat kon je kon van alles van ze zeggen, maar dat ze commercieel waren. Ja. Hier zien we Pudding en Gisteren allebei, hè? Ja, ja. Misschien een voor de hand liggende vraag: wie is Pudding en wie is Gisteren? Oh, dat weet ik niet. Mag de kijker zelf weten. Ja, worden. Precies. Dit waren toeschouwers. Ja. Ja. Goed, ik weet ook niet meer precies hoe het verhaal ging, maar ja, die mop is natuurlijk bekend. Ja. Maar, hier, for more information, take a knife and cut the sides. Dus je moest dit opensnijden aan de zijkanten. Ja. En dat deed niet iedereen, want iedereen vond het zonde. Echt? Ja. Ja, en toen ook later, dit was opengesneden en als je dat een paar keer, ja, als je dat veel draait, dan ging het hier kapot. Ja, je ziet ook tweedehands exemplaren op Marktplaats, die zijn allemaal ingescheurd. Allemaal hier ingescheurd, ja. Ja. Dat vind ik ook wel grappig hoor, dat het allemaal tijdelijk is. Zat deze er ook in? Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Die flats. Ja. Ja, dit is Marco. Jo, laten we eens even kijken. Dat is Marco. Ja, dat is Marco. Ja. En wat doet Marco daar? Hij komt uit zijn put.
Dat zal niet lukken. Dit is Sascha. Ja. Oké, okay. Nou ja, met zijn dwarsfluit. Die stampt Robert-Jan in de grond. En Sascha. Dat is ook Sascha. Ah ja, met dwarsfluit. Ja. Dan doet hij dat daar met Ron. Ja, hij gaat iets verder. Nee, met dat is ook Robert-Jan weer, is Robert-Jan. Weer verder. Ja. Ja. Nee, Ron die was... Even kijken, Ron... die stond gitaar te spelen ergens. Hier, oh ja. Oh ja, in die pas de deux met Ieteke. Ja, ja, ja. Ja, die had een mooie rol. Ja. Want dat vind ik grappig dat je hier aan kan zien dat dit na de voorstelling was. Ja, want daar is die foto van die gemaakt, ja, hè? Ja, ja, ja. Het zou ook kunnen dat die bij de repetities is gemaakt. Voordat de LP uitkwam, dat weet ik dus niet. Ja, dat weet ik ook niet. Volgens mij is die voorstelling eerst geweest en... Ja, in maart 1972. Ja, ik heb het nog gezien in de Schouwburg. Hè? De Schouwburg in Den Haag. Die grote pudding op het podium en alle requisieten, had jij die ook gemaakt? Nee, die hebben ze laten maken. Ja. Leuk, mooi werk. Goed dat het bewaard is gebleven. Ja, ik bewaar nooit wat. Ik heb eigenlijk van al die dingen, alles wat ik gemaakt heb, helemaal geen werktekening of zo, dat ging allemaal. Maar dit was wel een bijzondere opdracht ook. Mijn schilderijen zijn altijd zo open dat iedereen een eigen verhaal erbij kan bedenken. Mm-hmm. Dat vind ik interessanter dan een schilderij wat alleen maar zijn eigen verhaal heeft en iets vertelt waar je dan nooit iets mee krijgt. Ja. Het moet jou aanspreken en als het je aanspreekt, dan is er ook een reden waarom het je aanspreekt. En die reden kan ik niet bedenken. Ja, ik kan nu wel iets bedenken dat het vrouwtje daar in je hoofd zit en dat het, hè, maar vaak staan dingen bij mij symbool voor iets anders. Ja. En dat iets anders moet je zelf invullen. Is jouw stijl, als je zegt cobra, doe je dan jouw werk tekort? Of nee hoor, nee, ik zeg het zelf ook wel. Ja, het is gelinkt aan cobra, maar het is verhalender misschien, het is theatraler, je ziet makkelijker, het is minder abstract dan de cobra, het is wat meer getekend soms dan geschilderd, het is een eigen stijl, het is mijn stijl. Het is tips. Ja. Nou ja, dat is goed denk ik aan als je een schilderij, als er een schilderij hangt en zegt dat is typisch een stips, dan ben ik er heel blij mee. Aan dit werk ben je op dit moment bezig, hè? Ja. Ik weet nog niet wat het gaat worden, maar... Heb je een vaste manier waarop je begint? Nee hoor, nee. Ik maak eerst een ondergrond en dit is over een andere schilderij heen geschilderd. En soms zitten daar nog vormen onder die ik dan gebruik. Dingen ontstaan altijd toevallig. Het is niet zo dat je met een vast omlijnd idee, nee. Thema begint? Nee.
Nee, ik heb nooit een idee. Als ik een idee heb, dan gaat het niet goed. Nadenken, dat beïnvloedt dit werk? Of tenminste, als je er van tevoren niet veel... nadenken, dan wordt het geconstrueerd. Ja. Dus altijd op intuïtie werken? Ja. Daar ben ik nog niet tevreden over. Het kan best zijn dat ik er helemaal overheen ga en dat ik het helemaal wegschilder. En in welk opzicht ben je dan niet tevreden hierover? Ja, ik vind het kopje niet goed. Het is een beetje te realistisch. Ik vind het wel een gek schilderij, maar dit mannetje heb ik al laatst bij geschilderd. Dat is dan, ja. Dat mannetje in het water. Ja. Maar het is niet goed bij elkaar. Het is, Er komt nog een... Maar dat is een heel proces. Dit schilderij is een heel lang proces. Hoe lang werk je doorgaans aan een schilderij? Dat is heel verschillend. Hier werk ik al bijna een jaar aan. En tot ik het gegeven moment weer helemaal weghaal. Ja. Nou ja, gelukkig hebben we het nu vastgelegd, hoe het nu is. Nee. Ja, er zijn vrij veel schilderijen die alle schilderijen heel gelaagd. Ja. Dus de laag kan verlagen en dan blijft er bij elke laag blijft er iets staan. En schilder er iets bij. En soms lukt een schilderij in één keer, dan doe ik er een week over. Ja. En hier achter je, wat zien we hier? Dit is ook nog in opbouw, hè? Ja. Ja, het is heel erg zoeken naar. In basis zal dit wel zo blijven, daar ben ik wel tevreden mee. Maar. De figuren en de tekening blijft wel, denk ik. Mm-hmm. Maar als je over een week komt, dan zullen die figuren nog wel zijn, maar de achtergrond die zal anders zijn. Het is nu zoeken naar kleuren. Want je zet niet eerst een achtergrond op en daaroverheen de voorgrond, hè? Dat merk ik zo. Nee. Dit is ook weer een oud schilderij. Ja. Je gaat door tot je helemaal tevreden bent. Ja. Het is ook wel grappig, hè, die gezichten die je zowel van opzij als van voren ziet. Ja, dat komt door mijn tekenfilmperiode. Dit is eigenlijk... er zit beweging in, hè? Want hij kijkt je aan en dan kijkt hij ook van je af. Ja. En tot, ja, dat is, hij draait zijn hoofd om. En dat vind ik wel interessant, dat je beweging ziet in de schilderij. Maar het is, ja, soms vind ik, in het begin vind ik dit soort... Dingen vind ik interessant, dit ook, mooi. Die texturen. Die structuren, ja, texturen. Maar er blijft meestal weinig van over uiteindelijk. Ja. Want dit is ook weer verf en krijt? Ja, krijt, verf, ik gebruik alles wat voor mijn handen komt. Wat is dit oorspronkelijk voor een wagen die we hier zien? Oh ja, die heb ik laten maken. Dat is een oude ambulance, een oude, hoe heet het, zo'n ziekenhuiskar. Die heb ik laten maken, die tafel, voor een... ik heb een voorstelling gedaan bij een concertreeks van Chris Hinze, een paar jaar terug. In 2013 was dat en voor die concertreeks hebben we een reis gemaakt. Zijn we samen door Zuid-Amerika getrokken, 3 maanden. En met als bedoeling om de indrukken
te gebruiken om te gaan schilderen tijdens zijn concerten. Ja. En dat heb ik gedaan. Tijdens het concert heb ik op het podium geschilderd met deze tafel. Die van onderen werd uitgelicht, werd belicht. En daarboven was nog een ombouw omheen met lampen en een camera. En die camera die liet heel groot gebied zien wat er aan het schilderen was. Tijdens het muziek maken. Het was echt live action painting. Ja, live action painting was dat. Ja, dat was een hele leuke voorstelling. Laat het maken in Murano, bij Venetië. Ik ben er wel altijd bij als het gemaakt wordt. Ik heb een periode elk jaar zo'n 10 tot 15 beelden gemaakt. En ik heb zo'n 150 beelden gemaakt. En van de meeste zijn wel verschillende exemplaren gemaakt. Die zijn nog nooit exact hetzelfde, omdat het dan allemaal handwerk is. Murano glas. Ja,